Another sad day night, but I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now I ik denk het, ik denk wel dat de homo's anders zijn in de provincie dan in de stad. Omdat in Zwolle of in andere plaatsen moet je je toch wel wat beter ontwikkelen. De homo's in de provincie wonen zijn anders in die zin dat ze wat spontaner zijn. Wat minder snel arrogant en ja, veel vriendelijker. Dat vind ik heel opvallend. Another fella told me he had a sister. Zijn die discotheek hier een beetje homo-vriendelijk? Nee. Nee? Nee. Je kunt niet met je vriendje gaan zoenen of zo? Nee, dat zou ik helemaal niet doen. Ook met eten trouwens. Ik krijg van Zwolle ongelooflijk trek in kroketten. Ik weet niet wat het is. Je moet al die energie natuurlijk op iets anders kwijt. Zwolle is op zich een leuke stad om te wonen, maar qua gay life steeds dezelfde gezicht, allemaal dezelfde mensen. Als ik zin heb in een gezellige avond, dan ga ik gewoon naar de Zwolle. Maar anders dan vlucht ik altijd naar Amsterdam. Jullie burgemeester is ook zo, hè? Ja, die gerucht heb ik ontvangen. Heeft hij ook een vriend dan? Oh, dat weet ik niet. Komt hij nooit naar het COC? Dat heb ik ook nooit gezien. Maar ik heb de gerucht inderdaad opgevangen. Maar ik kan het je het fijner niet van vertellen. Here another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some shit to talk to. Eindelijk is een meisje in het programma. Dat is Inge. Leuk, hè? Inge is de voorzitter van het COC in Zwolle. Hoeveel leden hebben jullie? Wij hebben op dit moment 237 leden. En zijn dat alleen maar inwoners van Zwolle of komt het overal vandaan? Het zijn niet alleen inwoners van Zwolle. Het is ook de omstreken zijn erbij betrokken. En hoeveel avonden gaat het open? We hebben elke dinsdag is het caféavond, elke vrijdag is het caféavond. En elke zaterdag is het swingavond. Maar als je een stad als Zwolle in ieder geval een jaar, anderhalf jaar geleden nam, dan was het alleen het COC. En dan kan ik me voorstellen dat de drempel heel erg groot kan zijn, ja. Aan de andere kant is voor het COC ook alweer een voordeel als je gewoon de enige bent, het bolwerk. Ja, zo zou je het kunnen bedenken inderdaad. Van het is leuk, we zijn de enigste. Dus wij zijn de enigste plek die wat kunnen bieden. Dus dan draai je goed. En dan denk van, nou, in het kader van integratie, als je daarnaar kijkt, dan juichen we het alleen maar toe als er meer kroegen komen hier in Zwolle. Zodat mensen ook kunnen kiezen van, ja, waar ga je nou heen en waar kun je heen? Want uiteindelijk zou het COC zichzelf moeten opheffen natuurlijk. Uiteindelijk, dat zou geweldig zijn, ja. Maar zover is het nog niet. Zover is het nog niet. Jullie hebben een taak in de regio. Nou, 2:30, zeg maar, het COC is een beetje afgelopen. Ja, dat nu is er nog één keus. En dat is Heaven. En die is sinds augustus open. En het is een totaal andere sfeer. En iedereen trekt dus altijd van COC. Kan het echt natuurlijk. Ja, kijk, tegen de tijd dat de cameramensen en meisjes gaan draaien, mogen wij hier wel weer weg. Even Zwolle, uitgaan, ja. Laat ik het zo zeggen, het is een beetje wat ik ervan verwacht had.